De jonge onderzoeker. Altijd mooi, maar soms iets minder mooi. Maar zelfs dan is er nog onderzoek mogelijk. Want zo'n gas, waar bestaat het uit? Daar gaan we naar kijken. Microscopisch model van een gas. Nou, we zetten de microscoop eerst even op een klein stukje steen. En dan zie je dat kleine stukje steen bestaat uit redelijk veel moleculen. Allemaal keurig gerangschikt. Ze kunnen geen kant op. Die moleculen die zitten ook in gas. Alleen daar bewegen ze constant alle kanten op. En over de beweging van die moleculen in gas, daar heeft men 3 aannames gemaakt. Aanname 1 is dat ze er zijn. Ja, dat een gas bestaat uit al die moleculen. En die moleculen die hebben een afmeting en die mag je verwaarlozen. Aanname 2 is de beweging. Dat ze constant bewegen alle kanten op. En aanname 3, dat ze blijven bewegen, oftewel dat de totale energie behouden blijft. Ja, dus ze botsen, maar ze verliezen daarbij geen energie. Nou, deze 3 aannames, dat wordt de kinetische gastheorie genoemd. En die kinetische gastheorie kan worden gebruikt om gaswetten te verklaren. Kijk maar, ze botsen constant tegen een wand aan. En dus krijg je de druk. Ja, en als je nou meer moleculen erin hebt, ja, dan heb je dus meer botsende moleculen, dus een hogere druk. En als je het volume kleiner maakt, dan krijg je dus per kubieke meter meer moleculen. En dus ook een hogere druk. En hetzelfde met de temperatuur. Hogere temperatuur, ja, dan gaan ze dus sneller bewegen. En dus krijg je ook weer een hogere druk. Oftewel, met die kinetische gastheorie kun je gaswetten voorspellen, afleiden. Nou heb je natuurlijk een wet. En heb vorige keer gezegd de algemene gaswet. Ja, en daar moet een gas zich aan houden. Ja, en die gaswet die is gestoeld op die kinetische gastheorie. Nou, er zijn altijd van die braafrekenen die zeggen van ja hoor, doe ik. Maar je hebt ook een aantal van die personen die zeggen van ik hou me niet aan de wet. Die gassen die zeggen van, ja hoor, doe ik wel, die noemen we een ideaal gas. En de beetje opstandige gassen, dat zijn niet ideaal gassen of een reëel gas. Ja. En wat is nou een ideaal gas? Nou kijk, even uitvergroot, dit is een ideaal gas. Met een ideaal gas zijn de gasmoleculen zo ver uit elkaar, dat ze eigenlijk niet eens weten dat de ander bestaat. Oftewel, als de een wat groter wordt, het zal de andere een worst zijn. Oftewel, er is totaal geen onderling invloed en dan is het ideaal gas. Als die moleculen dichter bij elkaar zijn, ja, dan heeft men meteen last ervan als één van groter wordt. Want er wordt meteen ja, een beetje bewegingsvrijheid weggenomen. En dan heb je dus een reëel gas als er wel onderling invloed is. Ideaal gas, reëel gas. En dit is ook een soort gas. Namelijk gas om weg te zijn. Bedankt voor het kijken en wellicht tot een andere keer.